Het omstreden distributiecentrum tussen Nuenen en Geldrop is vrijwel zeker van de baan. De gemeenteraad van Nuenen heeft het plan unaniem op de lange baan geschoven. De afgelopen week ontstond er een massaal protest, met name hier in Geldrop. Hier zouden vele honderden vrachtauto's per dag tussen de woonwijken door richting de A67 gaan rijden. Ook in de gemeenteraad van Nuenen drong uiteindelijk door dat het plan eigenlijk onacceptabel was voor deze plek. Dus we proberen echt alles het onderste uit de kant te halen om te kijken wat er mogelijk is om te voorkomen dat er hier alles dichtslift aan verkeer. Want dat zou je toch krijgen met een logistiek distributiecentrum in deze omvang. Uiteindelijk hadden we met z'n allen het gevoel, we komen zo niet verder. Maar we willen dit uiteindelijk niet. We hebben ook de inwoners van Geldrop en omliggende gemeenten gehoord. We hebben zelf met elkaar daarover gesproken. Vandaar dat we zoiets hadden, als we nog wat willen, dan moet het echt nu. Uiteindelijk wilde geen van de partijen verantwoordelijk zijn voor een project waar zoveel weerstand tegen is. Er kwam dus een motie waar alle partijen achter staan. Het knelt aan alle kanten. De infrastructuur is helemaal vol. Er is geen ruimte. En dan hier een groot logistiek distributiecentrum neerzetten, dat kan onzins niet. En dat vinden we met de hele raad. Aan de Wielenwaal in Geldrop kunnen ze het nog nauwelijks geloven. Als dat echt door zou gaan en het zou hier constant vaststaan met mijn kinderen. Ik heb 3 kinderen die hier oversteken. Dat zou voor mij een reden zijn om misschien toch een andere... Ja, dat ik hier misschien niet heel erg fijn meer zou wonen. Dus dat is mijn angst, zeg maar. Ja, dat hoeft dus misschien niet. Nee, dat zou heel fijn zijn, want ik woon hier graag. We hebben hier nou al een hoop verkeer. Het wordt hier zwart van de auto's. Hè. De stof is al zwart van de auto's. Hè. Dus dat wordt alleen maar erger. Zou het mooi zijn als het protest kennelijk toch nog geholpen heeft? Ja, maar ik denk wel dat lukt. Ja, het is te erg. Hè? Voor iedereen. Ik hoop dat Nuenen aan het kortste eind trekt. Dat hoop ik. Ja. En wij winnen. Burgemeester Hoebe van Nuenen moet nu een verkenner aanwijzen die opnieuw gaat onderhandelen met de bouwbedrijven die hier willen gaan bouwen. De angst is dat de gemeente een schadeclaim aan zijn broek krijgt en blijft zitten met de rekening van deze dure grond. Dit is echt onze ultieme poging. We hopen er echt het beste van. Zo gaan we het met z'n allen erin. Als je als raad dit unaniem aangaat, dan sta je samen sterk. Hoe kunnen we het beter doen? Dit proces vraagt nu op dit moment dat iedereen, college en raad, over zijn eigen schaduw heen stapt. En als we alleen maar met elkaar bezig blijven over beren op de weg, hoef je met elkaar ook niks meer te doen. Wij willen echt deze poging doen om later echt te kunnen zeggen, we hebben alles eraan gedaan en dit is wat er ligt. De verkenner moet uiteindelijk eind februari een oplossing presenteren. Als dat niet lukt, is de kans groot dat de politieke partijen die nu zo eensgezind het bouwplan afwijzen, dan in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen alsnog recht tegenover elkaar komen te staan. Over de vraag wat er dan moet gebeuren.